hoe zorgen we ook dat we toekomstproof zijn. Hallo Tanja. Hallo Nanny. Ja, fijn dat we hier vanavond even mogen komen kijken, want er is hier van alles aan de hand. Ja. Jij bent voorzitter van de Stichting Onder de Plag. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Ja, wij zijn een paar jaar geleden al begonnen met onze gebruikers om te kijken van, nou ja, wat is er nog nodig om hier de leefbaarheid te bevorderen? Zijn er nog dingen die wij als Huis voor Ontmoeting en Sport niet bieden, maar waar wel behoefte aan is? En hoe zorgen we ook dat we toekomstproof zijn? Hè? Want we bestaan vanaf 2012, maar je moet natuurlijk ook weer mee met je tijd. Mm-hmm. En tijdens de overleg zijn er heel veel ideeën geboren. Van kookworkshops tot ook gewoon dingen in het dorp wandelen. Hè, bij mensen aan huis eten of kennis maken of zo. Dat soort gedachten waren er. Maar ook allerlei dingen die hier georganiseerd konden worden. En daarnaast was er al lange behoefte ook aan breedte sport buiten. Ja, wij herbergden al een gymclub. Er is hier sinds enige tijd ook een bootcamp. Daarnaast hebben wij zo'n handboog. Handboogschiet is net. Kyodo heet het. Dat is een soort Japanse boogschietkunst, kun je wel zeggen. Die hier ook huisvest zijn. Dus wij kregen wel behoefte eigenlijk aan, aan een grasmat die intensiever gebruikt kon worden. Ja. Dus vandaar dat we ook zijn gaan kijken naar die opties en met de gemeente in gesprek gegaan om dat te realiseren. Ja. Binnen is er ook, je hebt net verteld, kookworkshops en zo. Zullen we een kijkje binnen gaan nemen? Ja, zeker. We zijn hier in de keuken die in aanbouw is, Tanja. Klopt. Vertel, het is veel groter geworden? Ja, het is veel groter geworden. We hadden eerst een vrij lange, smalle keuken. En de ruimte waar wij nu staan is eigenlijk de oude EHBO-ruimte die wij erbij getrokken hebben. Want wij hebben al langer de wens met onze gebruikers om ook kookworkshops te geven. Of met kookgenoten te gaan koken voor bewoners in het kader van ontmoeten. En dat paste niet binnen de oude keuken. Die was daar niet goed voor ingericht. Mm-hmm. En wij vinden ontmoeten staat het meest centraal. Dus ja, wat is er nou leuker dan via eten elkaar te ontmoeten? En dat kan zijn door samen te koken en het samen op te eten. En dat ze wel een kok bereid gevonden om het komend seizoen een paar workshops te komen geven. Dus nou, dat wordt allemaal verder nog aangekondigd in Overendam. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig? Nou, ik denk 2019 in oktober hebben wij hier nog een groot overleg gehad met gebruikers. Er waren ook nog twee wethouders bij. Eigenlijk om te kijken van, wat missen we nog? We zouden hier graag nog gerealiseerd willen zien, ook in het kader van leefbaarheid. Heb je daar een bepaald bedrag voor gekregen, neem ik aan? Ja, we hebben van de gemeente een bedrag gekregen, een lening. Hè, die we dus ook gewoon weer zelf terug moeten betalen. Hè, maar daar ligt op zich een gezond plan onder, waardoor de gemeente daar ook ja tegen kon zeggen. Daarnaast hebben we diverse sponsoren gevonden, maar ook het Oranje Fonds, VSB Fonds en zo. Hè. Zo zijn diverse fondsen. We lopen even naar buiten en praten daar verder wat er allemaal nog staat te gebeuren. Ja. Ik sta hier met Ruud Meeges. Ruud, je bent van het begin af aan betrokken geweest bij de bouw, bij alles wat hier eigenlijk gebeurt, denk ik. Hè? Ja, klopt. We hebben, destijds is het overgegaan van het dorpshuis De Vlam. Samen met de voetbalkantine en ik ben vanuit de voetbalkantine hier betrokken geraakt om de indeling mee te bekijken en ook met name de energiezuinigheid van het gebouw mee te beheren en te kijken wat de mogelijkheden waren. Ja. Jullie hebben daar onlangs ook nog een prijs mee gewonnen of aandacht mee, landelijke aandacht gekregen? Ja, dat klopt. Vanuit bouwstenen dus, gaat eigenlijk over al het sociaal vastgoed van gemeentes. Hebben ze een ronde gemaakt door alle gemeentes in Nederland en is dit gebouw als in de top 10 gekomen van de meest duurzame gebouwen van heel Nederland. Dus, En waar moet je dan aan voldoen? Noem eens een paar voorbeelden, waar voldoen jullie aan, waarom jullie daarvoor in aanmerking komen? Het is heel energiezuinig, het is multifunctioneel. Het is een sedumdak met groen erop, dus het houdt het water vast. Het is goed voor regeninfiltratie, zonnepanelen voor energie. En het is helemaal gasloos en energie-neutraal. En nu zijn er weer allerlei nieuwe plannen gemaakt. We hebben net met Tanja gekeken naar de keuken. Ja.
We staan hier nu voor een kunstgrasveld. Ja. Vertel, waarom heeft Demen een kunstgrasveld nodig? Ja, dat heeft ook een beetje met het multigebruik te maken. Dus dat wil zeggen, we zijn hier een voetbalclub en een korfbalclub, maar er zit ook een gymclub en bootcamp mensen en allerlei meer activiteiten worden hier rondom ontwikkeld. En dan heb je daarachter ook nog een kleinere ruimte waar ook nog iets nieuws komt? Ja, dat is een beweegtuin. Dat is ook weer dat is eigenlijk nog veel meer voor het bewegen van ouderen en allerlei vormen van bewegen, een impuls te geven. Dus er komen allemaal toestellen te staan waar mensen op kunnen bewegen en waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden voor bootcamps en dat soort zaken. En bewegen voor ouderen, we zitten er meer bij. Een heel breed publiek moet daar gebruik van kunnen maken om nog meer aantrekkingskracht rondom de plag te maken. Ja, bedankt voor de toelichting. Oké, niks te danken.